visarend die, hoe kan het ook anders, vis gegrepen heeft. De visarend die eet de vis. Maar wat eet de vis dan precies? Welkom bij de 6.3 Biocast voor KGT 1, eten of gegeten worden. Waarin je een aantal dingen gaat leren. Uitleggen hoe een plant zijn eigen voeding maakt. Je moet dieren kunnen indelen in groepen op basis van wat ze eten. En je moet voedselrelaties kunnen opschrijven. We gaan eerst kijken naar planten die hun eigen eten maken. Nou, dit ken je nog wel uit 5.3 als het goed is. Je hebt de plant en die heeft water en mineralen nodig. Die haalt hij uit de bodem met zijn wortels en die transporteert hij naar het blad, naar de bladgroenkorrels in het blad. Koolstofdioxide uit de lucht komt daarbij. En dan in die plantencellen met die bladgroenkorrels is licht nodig en dan ontstaan uit die twee stoffen zuurstof en glucose. Dus koolstofdioxide en water verdwijnt en glucose en zuurstof ontstaan. De zuurstof gaat naar buiten door de huidmondjes en de glucose blijft in het blad. Die heeft die plant zelf nodig. Hier zie je hem nog een keer in woorden. Koolstofdioxide en water, die hebben licht daarbij nodig en dan ontstaan glucose en zuurstof. Die glucose is een soort suiker. Die gebruikt die plant ook om andere stoffen mee te maken die hij nodig heeft. Zetmeel en samen met de mineralen die hij had opgenomen, kan hij er eiwitten van maken en die kan er vetten van maken. Zetmeel en vetten zijn reservestoffen en eiwitten zijn de bouwstoffen om te kunnen groeien. Hier heb je gras. En gras wordt gegeten bijvoorbeeld door een konijn. Een konijn is een planteneter. En dit is een vos. En een vos is een vleeseter. Dus we hebben de planten, planteneters en de vleeseters. Maar er is nog een derde groep waar wij ook toe horen. En dat zijn de alleseters die zowel gras, dus planten eten, en vlees eten. Als je dat weet kun je een voedselketen maken. En in een voedselketen geef je voedselrelaties weer. Dus een koe en een mens hebben een relatie en dat is een voedselrelatie. Gras en een koe hebben ook zo'n relatie. Gras wordt gegeten door de koe. En als jij een biefstuk eet, eet jij een koe. Zo'n voedselketen begint altijd met een plant. En de pijlen geven de richting aan waarin de energierijke stoffen worden doorgegeven. Dus de stoffen die de plant gemaakt heeft, die worden doorgegeven aan de koe. En dan worden ze daarna doorgegeven aan het mens. Het is niet altijd zo simpel als je hier ziet. Met de een eet de ander en dat gaat in een rechte lijn. Je hebt ook een voedselweb. En in een voedselweb zit het wat ingewikkelder in elkaar. Want de eikenboom, daar valt een eikel af. De eikel wordt gegeten door de muis en de muis wordt gegeten door de sperwer. Maar ja, de muis kan ook gegeten worden door de boomarter. En dit eikenblad wordt gegeten door de rups. De rups wordt gegeten door de koolmees. En de koolmees wordt gegeten door de eekhoorn. En de eekhoorn door de sperwer. Maar de eikel kan ook direct gegeten worden door de eekhoorn. Kortom, het is veel ingewikkelder. En in zo'n voedselweb zie je alle voedselrelaties weergegeven. En dan kijken we nog even naar de extra opdrachten. En die gaat over de vleeseters in de dierentuin. Savanne, een vrij droog gebied waar heel veel planteneters voorkomen. Maar ook vleeseters. Rechts zie je de situatie zoals het in het wild is. Een leeuw probeert een buffel te grijpen. En links zie je de savanne zoals je ze in de dierentuin ziet. Hier leven een heleboel dieren samen, maar er zijn geen leeuwen. De oppervlakte zou zo groot moeten zijn om die leeuw te kunnen voeden. Dat gaat nooit passen. Daarom zitten de vleeseters in een apart hok en krijgen ze stukken vlees uit het slachthuis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 6.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.